Zo, welkom iedereen op deze infoavond. De infoavond vatten we eigenlijk op als volgt. Dus deze sessie, daarin is de bedoeling om heel algemene info te geven over wat we aanbieden, de aanpak, zodanig dat jullie zicht hebben hoe werkt afstandsonderwijs. In de tweede sessie, rond 7:15, gaan we vooral gaan kijken welke tools gebruiken we. Dus ik ga meer uitleg geven over het examenplatform Toledo en dan ook concreet hoe vul je nu je studieprogramma in. Dus dat zijn een aantal technische zaken die toch wel belangrijk zijn om mee te geven, omdat het heel wat problemen, ook heel wat vragen bij jullie kan oplossen of eventueel zelf voorkomen. Op afstand studeren, daar hebben we eigenlijk heel radicaal voor gekozen, een tiental jaren terug. Dus we hebben geprobeerd om afstandsonderwijs aan te bieden zonder contactmomentum. Dat is natuurlijk een uitdaging die heel veel voordelen biedt. Het zorgt ervoor dat je in feite die studies of een specialisatieprogramma kan gaan combineren met werk, met gezin, met andere... Kom erbij, ja. Met andere bezigheden. En dat je dus eigenlijk op je eigen tempo kan studeren en eigenlijk ook om het even waar. Dus je kan van thuis uit studeren. De enige moment waarop je eigenlijk naar school moet komen is voor examens. En ook ons examensysteem proberen we eigenlijk jaar na jaar flexibeler te maken. 10 jaar terug was er eigenlijk in elke examenperiode 1 examenmoment. Nu zijn we echt tot een systeem gekomen waar je eigenlijk uit meerdere examenmomenten kan kiezen. En dat is eigenlijk ja, omdat we eigenlijk meer en meer erin geloven dat dat de enige manier is om verder te studeren en dat te gaan combineren met een job, met een gezin, met andere bezigheden die jullie wellicht allemaal hebben. Dat alles kant en klaar is en dat er nooit geen problemen zijn, dat durven wij niet beweren. Dat is nergens zo. Maar we doen wel ons best en wij proberen om op het moment dat er een probleem is, oplossingsgericht te zijn en van te kijken op welke manier we jou het snelst kunnen helpen. Dus wat wil ik in deze sessie aan bod laten komen? De opleidingen die wij aanbieden in afstandsonderwijs. Wat zijn inschrijvingsvoorwaarden en hoe kan je inschrijven? Trajecten op maat. Daarmee bedoelen we eigenlijk dat het traject dat je volgt sowieso altijd op jouw maat is, met vrijstellingen. Ook eventueel studenten die al een bachelor of een master hebben, kunnen ook een vrijstellingenpakket krijgen. Margot zal daar wat meer uitleg over geven zo meteen. Hoe pakken we dat nu aan? Hoe werkt ons systeem? Examens is ook een belangrijk luik, want uiteraard, ja, examens die blijven een noodzakelijk kwaad. Heel kort iets over onderwijs- en examenfaciliteiten, studentenvoorzieningen, ICT en dan wil ik eindigen met een aantal tips. In de volgende sessie gaan we dan heel concreet in op een aantal tools. En heb je natuurlijk vragen die reizen tijdens deze sessie, mag je die op het einde van de sessie stellen of ook in de pauze, omdat we dan ook met het ganse team AO aanwezig zijn en ook specifieke vragen kunnen beantwoorden. Ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Met sommigen heb ik al gemaild. Sommigen hebben mij misschien al op een infodag ontmoet. Ik ben Lieselot Bosuit. En ik ben coördinator van het afstandsonderwijs voor bedrijfsmanagement en office management. Mijn collega Katrien Deleu is verantwoordelijk voor toegepaste informatica. En wij werken samen met nog andere medewerkers, onder andere Margot, die straks meer uitleg zal geven over vrijstellingen, is studietrajectbegeleider. En dan hebben we ook Veronique, die je aan de bar hebt ontmoet en die straks ook wel nog bij ons komt, is vooral verantwoordelijk voor alles wat met studentenadministratie te maken heeft. Administratieve vragen, maar ook als examenombuds kan je bij haar terecht met problemen of vragen rond examens. Wat hebben we in het aanbod? Op dit moment hebben we eigenlijk binnen de opleiding bedrijfsmanagement, want dat is eigenlijk de opleiding, hebben we maar liefst 6 verschillende afstudeerrichtingen. Dus accounts en fiscaliteit, marketing met als specialisatie sales management, marketing, retail en store. Marketing, communicatie zijn we aan het uitrollen. En met uitrollen bedoel ik dat we eigenlijk fase per fase gaan uitrollen. Dus dat is eigenlijk het vroegere eerste jaar en het vroegere tweede jaar.
En dan volgend academiejaar starten we eigenlijk met de specialisatievakken uit het derde jaar. Dan hebben we ook eventmanagement en logistiekmanagement. Dus dat zijn eigenlijk de opleidingen die wij in het aanbod hebben voor wat betreft bedrijfsmanagement. Mensen die zeggen, ja, een volledige bachelor, dat hoeft voor mij niet meer. Ik heb al een bachelordiploma. Of ik wil mij eigenlijk vooral specialiseren. Wel, die kunnen eigenlijk gebruik maken van een specialisatieprogramma. En een specialisatieprogramma is eigenlijk een getuigschrift. Je kan het een beetje vergelijken met een postgraduaat. Dat bestaat uit 60 studiepunten. Als ik even de rekening maak, dat is eigenlijk een derde van wat een klassieke bacheloropleiding is. Wat hebben we hier in het aanbod? Eigenlijk een soort van condensatie van accountancy en fiscaliteit vakken. En eigenlijk bedrijfsmanagement vakken is het getuigschrift bedrijfsadministratie. In het opleidingsprogramma of in het opleidingsboekje zal je ook die getuigschriften terugvinden. Dus waar je ook de specifieke vakken zal in terugvinden. Dan hebben we ook het getuigschrift marketingmanagement. Dat is, zoals de naam het zegt, vooral een condensatie van marketingvakken. En sinds dit jaar bieden we ook nu al de helft van het programma automotive management aan. Dat is eigenlijk marketing voor de automotive sector. Het getuigschrift eventorganisatie bieden we eveneens aan en dan een getuigschrift logistiek expert. De bedoeling is eigenlijk dat we daar echt de specifieke vakken aanbieden. Dus wat valt daar eigenlijk uit? Dat zijn de algemene vakken die ervoor zorgen dat de bachelor eigenlijk ook een algemene opleiding is. Dus dat je eigenlijk ook afstudeert als bachelor in het bedrijfsmanagement. Die vakken hebben we eruit gehaald, zitten niet meer in die specialisatieprogramma's. Dus het kan nuttig zijn voor mensen die al een bachelor hebben of een master en die zich willen professionaliseren. Kan je het getuigschrift starten zonder een bachelor? In principe wel. Maar laat ons zeggen dat het eigenlijk meer bedoeld is voor mensen die al een bachelor hebben en een aantal algemene competenties bezitten. Je kan eventueel ook wel starten met een getuigschrift en dan bijvoorbeeld nog de bachelor behalen nadien. Dat is ook zeker mogelijk. Dan office management. Daar bieden we op dit moment drie afstudeerrichtingen aan. Het feit dat dit keuzetraject noemt, is eigenlijk puur omwille van het hogeschoollandschap, zeg maar. Bepaalde zaken mogen afstudeerrichting genoemd worden, andere keuzetraject. Maar op zich gaat het wel drie keer over een bachelor in het office management. Dus dat verschilt wel van de bachelor in het bedrijfsmanagement. We hebben de optie management assistant. Daar zijn de talen heel duidelijk in aanwezig. De helft van de opleiding bestaat uit talen. Dus Frans, Engels, Nederlands uitgebreid. En dan een vierde taal, Duits of Spaans. In het keuzetraject human resources management wordt de vierde taal eigenlijk vervangen door specifieke HR-vakken. Dus dat is eigenlijk het voornaamste verschil. En in het keuzetraject Medical Officer, die we op dit moment enkel nog maar in fase 1 aanbieden, wordt de vierde taal eigenlijk hoofdzakelijk vervangen door medische vakken. Medische terminologie, anatomie, alles wat je eigenlijk nodig hebt om ook in de medische sector als office manager aan de slag te kunnen. Bij de getuigschriften hebben we op dit moment ook een getuigschrift HR. Dat is een specialisatieprogramma, eveneens op 60 studiepunten, waar je dus eigenlijk ook die specifieke HR-vakken krijgt. De inschrijvingsvoorwaarden, die zijn er, maar eigenlijk sowieso mensen die een diploma middelbaar onderwijs hebben, die hebben automatisch toegang tot het hoger onderwijs. Heb je dat niet, dan bestaat er een toelatingsprocedure. En je vindt die procedure eigenlijk op de website. Dan moet je eigenlijk een afspraak maken met iemand op Vivis die zich eigenlijk met de toelatingsproef bezighoudt en die vooral gaat testen, heeft die persoon voldoende kennis van het Nederlands? Wat is daaraan belangrijk? Dat is omdat je eigenlijk de cursussen ook in het Nederlands zou kunnen begrijpen en dan ook zelf examen zou kunnen afleggen in het Nederlands. Dat is eigenlijk de belangrijkste toets die ze daar eigenlijk doen, aftoetsen in hoeverre je eigenlijk klaar bent om in het Nederlands onderwijs te volgen. Een tweede item is leerkrediet. Leerkrediet is eigenlijk voor mensen die, laat ons zeggen, meer dan 20 jaar geleden gestudeerd hebben. Dat bestond toen nog niet. Margot, hoe lang bestaat leerkrediet? 10 jaar,
zoiets. Ja. Dus dat is eigenlijk een rugzak van studiepunten die je krijgt, 140. Telkens je een vak opneemt, bijvoorbeeld een vak op 5 studiepunten, gaat dat uit die rugzak. Dat leerkrediet ben je kwijt. Slaag je voor een vak, komt het er terug bij. Dus als je als student vakken opneemt en slaagt, en je mag wel alles mislukken, geeft dat eigenlijk geen problemen. Het is enkel maar als je blijft vakken opnemen die je niet aflegt jaar na jaar na jaar, dat die rugzak leeg komt. Dan zegt het ministerie van Onderwijs, die studenten zijn voor een hogeschool niet meer financierbaar. En dan kunnen wij, en dat doen wij ook, dubbel inschrijvingsgeld vragen. Maar voor de meeste studenten vormt dat leerkrediet geen probleem. De taalvoorwaarden, die zijn er. Dus ik heb dat is eigenlijk een beetje gekoppeld aan die toelatingsvoorwaarden. Zeker voor studenten die geen diploma middelbaar onderwijs hebben, is het belangrijk dat je vooral kan het onderwijs volgen in het Nederlands en ook voldoende duidelijk kan, duidelijk kan maken in het Nederlands. Als daar twijfel over is, hebben dus ook diezelfde mevrouw die dat ook nagaat of je voldoende de taal beheerst. Maar dat zijn eigenlijk grosso modo de drie voorwaarden. Ja, want dat leerkrediet, stel dat het ontoereikend is, dat je op nul staat, dan mag je meestal wel starten bij ons, maar dan wordt er dubbel inschrijvingsgeld gevraagd. Inschrijven. Bij ons is het zo dat wij eigenlijk ervoor zorgen dat je een gans academiejaar vakken kan opnemen. Je hebt natuurlijk je initiële inschrijving. Dat is de online registratie. Sommigen zullen dat al gedaan hebben, anderen nog niet. Je kan dat straks ook bij ons doen, maar je kan dat evengoed ook van thuis uit. De online registratie is eigenlijk je persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt, zodanig dat we jou tot student kunnen maken. Maar wat belangrijker is, is het opnemen van vakken. Stel dat je bijvoorbeeld zegt, ik start nu met 5 vakken en ik probeer daar examen van af te leggen. Sommige examens kunnen al in december, januari. En dan kan het zijn dat jij in februari zegt van, ja, ik ga nog vakken bij opnemen. Dan kan dat. Dus je kan eigenlijk tot 31 mei vakken opnemen. Waardoor dat je eigenlijk voor een stukje kan inspelen op je eigen studietempo en kan inspelen op je persoonlijke situatie. Het is wel zo, als je vakken bij opneemt, dat je dat gewoon via mail doet naar Veronique. Je mailt Veronique en je vraagt, wil je die 3 vakken bijvoorbeeld aan mijn ISP toevoegen? De eerste inschrijving voor vakken gebeurt online en moet je volledig zelf doen. Maar daar zal Margot dan ook in de tweede sessie een woordje uitleg over geven. Voor wie kinderbijslag nog een rol speelt, is het wel belangrijk dat je voor 1 december 27 studiepunten hebt opgenomen. Dus dat is opgelegd vanuit Vlaanderen, zeg maar. Dus dat je eigenlijk voor die 1 december voldoende studiepunten moet opgenomen hebben. Je hoeft daar anders niets voor te doen, want de databank Hoger Onderwijs stuurt dat automatisch door naar het Kinderbijslagfonds. Dus je zal misschien brieven thuis krijgen, maar in feite staan die twee in verbinding met elkaar en hoef je daar niets voor te doen. Uitschrijven zonder verlies van leerkrediet en ook studiegeld moet uiterlijk voor 1 december. Dus als je na 1 december vakken opneemt en je legt die toch niet af of je wenst daarvoor uit te schrijven, dan lukt dat niet meer zonder verlies van leerkrediet. En de reden is omdat wij nog altijd in een hogeschoolsysteem zitten waar alles per academiejaar wordt geregeld. En daar is die 1 december een cruciale datum. Dus daar kunnen we voorlopig niet onderuit. Wat kost het nu om in afstandsonderwijs te studeren? Wel, 1 keer per academiejaar betaal je €234,10. Dat vermeerdert eigenlijk elk jaar. Vorig jaar was het 230. Dus dat is die indexering die daar uiteraard voor zorgt. En je betaalt verder per studiepunt. Dus in het dagonderwijs betaal je meteen voor een gans jaar 60 studiepunten. In afstandsonderwijs is dat niet zo. Als je 20 studiepunten opneemt, dan betaal je 20 studiepunten. Ga je nadien vakken bij opnemen, dan betaal je die studiepunten. En op die manier is dat eigenlijk voor een stuk gespreid. De online registratie kan je van op de website doen of straks voor wie dat wenst. Dus dat is eigenlijk je gegevens invullen.
En dan zal er gevraagd worden om een mailtje te sturen naar Veronique. Dat is eigenlijk om je inschrijving te finaliseren. En dan maakt zij jou tot student en zal je ook je studentenkaart en andere info ontvangen per post. Waardoor je ook je inlogcode hebt, je paswoord en op alle platforms aan de slag kan. Om je ISP, ISP staat voor individueel studieprogramma, samen te stellen, moet je naar dit adres gaan. Maar dat staat dan ook in de mails die je zal krijgen. Dat is eigenlijk KU Loket. Dat is eigenlijk een soort van platform van de KUL, waar je de vakken kunt gaan aanvinken waarmee je wil starten. Dat wordt dan doorgestuurd en dan op dat moment krijg je die vakken ook te zien op het leerplatform, binnen het examenplatform, waardoor je ook voor die vakken cursusmateriaal kan gaan aankopen. Traject op maat. Margot zal jullie daar iets meer over vertellen. En eigenlijk is alles op maat. In die zin, je hoeft maar datgene af te leggen dat voor jou nodig is. Dus vrijstellingen spelen daar zeker een rol in. Maar zeker ook op maat, daarmee bedoelen we dat je eigenlijk op je eigen tempo kan gaan werken. Maar Margot, ja, wij moeten wisselen. Het is mijn micro's. Ja, anders kunnen we. Zo. Zo. Ik ga het gewoon vasthouden. Een lekker broek. Alhoewel. Kom maar, een broek. Goed. Ja, goedenavond. Welkom allemaal. Dank u om te komen. Vrijstellingen op maat. Ik ga mezelf nog eens voorstellen. Ik ben Margot van den Driessen. Ik ben de studietrajectbegeleidster binnen het afstandsonderwijs van handelswetenschappen en bedrijfskunde. Wat wil dat allemaal zeggen? Als jullie vragen hebben over bepaalde vakken, hoeveel studiepunten moet ik nu opnemen? Ik heb te weinig tijd om alles te doen, het loopt hier fout. Ik weet niet hoe dat ik dit vak moet studeren. Dat zijn allemaal vragen die je aan mij mag richten. Nu, de basisantwoorden die vind je eigenlijk wel altijd in de infobrochures terug. Dus ik raad altijd aan, neem eens grondig de tijd om die na te lezen. Dat spaart mij veel algemene mails uit en dan kan ik meer tijd besteden aan specifieke vragen. Maar wat doe ik dus ook? Ik informeer jullie over het aanvragen van vrijstellingen. Nu, hoe zit dat? Het kan zijn dat jullie, voordat jullie deze studies hier aanvatten, ofwel reeds een opleiding hebben gevolgd in het hoger onderwijs. Dat kan gaan van effectief een diploma behalen in het hoger onderwijs, of slagen voor een aantal vakken. We noemen dat credits behalen. En het kan ook zijn dat je op basis van werkervaring, je staat al 10 jaar in het werkveld, dat je op basis daarvan eigenlijk een aantal competenties hebt verworven waarvan dat je denkt, ja, eigenlijk staat dat wel gelijk met de vakken die ik hier zou moeten opnemen. Nu, op basis van werkervaring kan je een portfolio gaan indienen. Belangrijk om te weten is dat dat een betalende procedure is, waar eigenlijk ook nog steeds een test is aangekoppeld. Het is belangrijk dat je op voorhand voor jezelf goed uitmaakt of dat je het de moeite vindt. Maar dat vergt voor ons ook tijd om dat na te gaan. Vandaar dat we daar wel iets extra voor aanrekenen. Vrijstellingen op basis van verworven kwalificaties of dus op basis van credits die je hebt verworven in het hoger onderwijs, dat is gratis. Nu, wat moet je daarvoor doen? Je moet eigenlijk een dossier gaan invullen. Je vindt dat dossier bij ons online, maar je kan mij ook altijd een mailtje sturen en dan mail ik het nog eens door. En daar moet je gaan invullen wanneer je welke opleiding aan welke school hebt gevolgd. En moet je eigenlijk ook een beetje de match gaan maken tussen de vakken die je zelf al hebt gevolgd en de vakken waarvoor je bij ons denkt een vrijstelling te mogen krijgen. Bijvoorbeeld, je hebt ooit het vak Nederlands gevolgd in een vorige opleiding. Wij hebben ook in heel veel opleidingen een vak Nederlands. De kans is reëel dat dat overeenkomt. Nu, waar leggen we een beetje de limiet? Een vak moet inhoudelijk 90% overeenkomen. En er mag maximum 1 studiepunt verschil zijn. Het studiepunt, dat wil eigenlijk zeggen het niveau.
Als je een vak hebt van 6 studiepunten en een vak hebt van 3 studiepunten, dan gaat in dat vak van 6 studiepunten er veel dieper en breder aan die materie zijn gewerkt dan het vak van 3 studiepunten. En kunnen wij helaas geen vrijstelling geven, omdat je gewoon nog niet alle competenties verworven hebt. Bij dat dossier moet je ook je diploma gaan toevoegen als je een diploma hebt behaald. Een bewijs van de scores voor de vakken die je effectief hebt behaald. Dat zijn normaal officiële documenten die je bij de hogeschool kan gaan opvragen, waar je al gestudeerd hebt. En tot slot vragen wij eigenlijk ook, als het gaat om losse vakken, om een bewijs van inhoud. Normaal gezien, alle hogescholen of alle onderwijsinstellingen leveren ook wel per vak een fiche af van kijk, in dit vak behandelen wij die inhoud en beogen wij die leerdoelstellingen. En op basis van al die informatie kunnen wij eigenlijk grondig gaan nakijken of dat je kan vrijgesteld worden. Nu, ik heb over hoger onderwijs gepraat, maar volwassen onderwijs en Sintra, bijvoorbeeld, die komen ook in aanmerking voor vrijstellingen. Moest je twijfelen of dat je instelling of de vorming of cursus die je hebt gevolgd, of dat die in aanmerking komt? Je kan altijd mailen of je kan het er gewoon aan toevoegen in je dossier. Want better safe than sorry. Het is beter dat je het aanvraagt en dat dan een niet is, dan dat je het niet aanvraagt en dat je dan die kans op vrijstelling misloopt. Goed, ik weet niet of ik daar nog meer over moet vertellen. Aha, oké. Studenten die een bachelordiploma reeds op zak hebben of een masterdiploma, die komen eigenlijk in aanmerking voor een basisvrijstellingspakket. Nu, afhankelijk van welke opleiding die je wenst te volgen, ziet dat er anders uit. Je kan daar ook altijd nog eens voor mailen. Dan stuur ik gewoon een documentje door waarin dat je eigenlijk een gemakkelijk overzicht hebt. Dus als je of een bachelordiploma of een masterdiploma hebt, dan heb je sowieso die vrijstellingen van dat basisvrijstellingspakket. Nu, we hebben studenten die reeds een diploma binnen HWB of handelswetenschappen en bedrijfskunde op zak hebben of een gerelateerde opleiding, die hebben vaak recht op nog meer vrijstellingen, maar daarvoor ga je dan effectief moeten gaan kijken, oké, welke vakken zitten er in de gewenste opleiding en in welke mate komen die overeen met vakken die ik reeds met succes heb afgehandeld. Dus vertrek dan van de basis en kijk wat er nog aan gekoppeld kan worden. Goed. Nog even kijken. Dat is dan nog de aanpak. Misschien nog één iets dat ik wil zeggen. Als je een dossier voor vrijstellingen volledig hebt ingevuld en je hebt alle documenten, dan mag je die ofwel per post opsturen naar deze campus, ofwel mag je die per mail doorsturen naar mij. Belangrijk is wel, enkel als je dossier volledig is, wordt het ingediend bij de assessor. De assessor is Anne-Sophie Carette. Zij loopt hier ook rond. Zij is degene die effectief de beslissing neemt. En het kan ook wel, als je nu een dossier zou indienen, zeker 3 weken duren eer het wordt goedgekeurd. Waarom? De dossiers komen tot aan onze heup. En dat vergt wel enige tijd om dat goed voor jullie te doen. En we doen het liever van de eerste keer goed dan half en half. Goed, voilà. En dan is terug wisselen. Voilà. Voilà. Ja. Ja. Misschien nog eventjes terugkomen op dat basisvrijstellingenpakket. Wat belangrijk is, dat als je al een bachelorproef, ik benadruk dat gewoon graag eens, omdat dat soms vergeten wordt, maar als je al een bachelorproef hebt gemaakt, ooit, of iets dat daar tegenover staat, eindwerk, thesis, dan wordt dat standaard na master vrijgesteld. En na bachelor is dat op aanvraag. Maar er zijn wel heel wat afstudeerrichtingen waar we bachelorproeven vrijstellen als je dat ooit alles gedaan hebt. Dus dat wou ik ook zeggen. Plus, Margot zei ook van, je moet eventjes wachten om zicht te krijgen op je vrijstellingen. Dat klopt, maar dat betekent niet dat je moet wachten om in te schrijven. Dus ik denk
dat ieder voor zich wel weet voor welke vakken hij absoluut geen vrijstelling kan krijgen. En dus in feite kan je dan, als je dat wil, met die vakken starten en dan eventueel nadien nog vakken bij opnemen. Dat toch wel eventjes meegeven, dus je hoeft eigenlijk niet te wachten tot je zicht hebt op je vrijstellingen. Onze aanpak, het eerste belangrijke punt is in feite dat we geen contactmomenten hebben op de campus. Ook niet voor de talen. Dus dat kan bizar lijken, maar dat was 10 jaar terug de grootste uitdaging van hoe pak je nu een taal aan op afstand. Maar onze taaldocenten hebben zich daar eigenlijk de voorbije jaren zodanig op toegelegd en ook ervaring in opgedaan, dat zij dat eigenlijk nu op een zeer goede manier doen. Dus zij wisselen eigenlijk voor een stuk opdrachten af, met stukken theorie die je uiteraard moet zelf doornemen. Woordenschat, grammatica, dat blijft ook voor een stukje zelfstudie. Maar het oefenen kan ook via Skype-sessies. Dus zij organiseren, bieden verschillende momenten aan, overdag, 's avonds, waarop je kan intekenen op Skype-sessies, waardoor je eigenlijk de taal op een systematische manier ook kan gaan inoefenen. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk zeer goed verloopt en dat eigenlijk ook bijvoorbeeld Spaans, waar men helemaal vanaf nul begint, ja, daar krijg je eigenlijk studenten die na 3 jaar op een zeer hoog niveau, of toch het niveau dat wij verwachten, Spaans spreken. Dus dat, om toch even te duiden, dat die contactmomenten een uitdaging geweest zijn. Wat is het nadeel? En dat is eigenlijk, dat ligt vooral bij de studenten. Nadeel is dat sommige studenten zeggen, ik heb nog meer discipline nodig, want ik kom nooit in een groep terecht. En ik leer daardoor mijn medestudenten minder goed kennen. Anderen zeggen, op zich wil ik gewoon studeren. Ik heb genoeg andere zaken te doen, dus heb ik daar eigenlijk geen behoefte meer aan. Maar dat is wel iets dat je moet weten. Dat je natuurlijk je medestudenten pas ziet op een examen bijvoorbeeld. En dus dat je die niet ziet tijdens bijvoorbeeld lesmomenten. Het studiemateriaal is aangepast. Elke docent is anders, dus elke docent doet dat op zijn of haar manier. Dus we werken ofwel met aangepast cursusmateriaal, maar er wordt evengoed ook nog met handboeken gewerkt. Het is niet zo dat omdat wij afstandsonderwijs aanbieden, dat wij digitale cursussen aanbieden. Wij vinden het nog altijd belangrijk om cursussen op papier uitgewerkt te kunnen aanbieden, net zoals dat in dagonderwijs zo is. Je kiest zelf of je die cursussen enkel in pdf wil aankopen of ook op papier. Dat is een kleine meerprijs. Handboeken die kan je ook aankopen op afstand, dus via de webshop. Maar je bent ook vrij om bijvoorbeeld die titel in een andere boekenzaak te gaan aankopen. Sowieso heb je bij ons, omdat wij met standaard boekhandel werken, de kans om dat aan studentenprijs te kunnen bekomen. Ik ga straks ook iets meer zeggen over de webshop, maar je kan dus eigenlijk volledig op afstand ook je cursusmateriaal gaan aankopen. Er staat hier nog een studiewijzer. Wat is een studiewijzer? Dat is eigenlijk een soort van handleiding die de docent schrijft bij zijn of haar vak. Je kent misschien de ECTS-fiches, die vind je op de website. Maar een studiewijzer is eigenlijk een stukje uitgebreider. Dus daarin zegt de docent van dat is de inhoud, dat wordt er van jou verwacht. Dat kan je van mij verwachten. Dus er worden ook soms studietips gegeven. Dat is eigenlijk een beetje een handleiding bij het vak dat je aan het studeren bent. Zeer belangrijk natuurlijk om die studiewijzer grondig door te nemen. Alle studiewijzers die staan binnen een Toledo-cursus en staan ook nog eens op de community afstandsonderwijs. En dat zal ik straks ook in de tweede sessie toelichten. Voilà, en daar komen we inderdaad bij Toledo. Toledo, Blackboard, misschien zegt jullie dat iets. Dat is onze digitale leeromgeving. En dat is eigenlijk de plaats waar je van elk vak ook online een cursus vindt. Een plaats waar de docent in feite bij zijn of haar vak extra materiaal kan plaatsen. Filmpjes, links, de studiewijzer staat daar onder meer ook. Dus op die manier heeft elk vak ook een digitale plaats. Op Toledo heb je ook de community afstandsonderwijs. Dat is de plaats waar wij vanuit afstandsonderwijs ook informatie plaatsen. De examenplanning staat daar ook. Mededelingen worden ook vanuit die community verstuurd. Dat is ook wel de place to be als student afstandsonderwijs.
En dan op het vlak van begeleiding is dat heel docentafhankelijk, maar ook vakafhankelijk. Voor een taal zijn er Skype-sessies. Voor andere vakken is dat niet zo. De manier om een docent het vlotst te bereiken is in eerste instantie via mail. En we merken dat er soms wel wat schroom is bij studenten afstandsonderwijs om een student te mailen. Maar dat is eigenlijk voor niets nodig, want die docent die wacht daar precies op. Omdat hij weet dat er studenten op afstand zijn of haar vak volgen. Dus als er problemen zijn of zaken zijn die niet duidelijk zijn, aarzel zeker niet om de docent te gaan mailen. De talen van op afstand heb ik eigenlijk daarnet al aangehaald, omdat dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld is. Omdat daar ook wel twijfel over is bij sommigen onder jullie die ik op infodagen beluister. Maar dus eigenlijk wordt dat op een heel integratieve manier aangepakt, waardoor je die taal eigenlijk ook op een andere manier, maar op een even goede manier studeert. Stage- en praktijkopdrachten, dat komt er aan, vooral op het einde van de opleiding, vooral die stage, ook bachelorproef, daar hebben wij heel specifieke richtlijnen. Maar wat wij wel proberen is om flexibel te zijn. En op welke manier proberen wij flexibel te zijn? Wij proberen, zeker voor stage- en praktijkopdrachten, ervoor te zorgen dat je dat kan gaan doen op de manier die voor jou het makkelijkst is. Dat betekent wel dat je het binnen eenzelfde academiejaar moet doen, maar dat je eigenlijk in afspraak bijvoorbeeld met je stageplaats dat evengoed kan spreiden over een langere periode. Dat betekent ook dat, stel dat je bijvoorbeeld logistiek management studeert en dat je eigenlijk al voor een stuk in die functie zit, dat je op eigen werk je stage mag lopen. Stel dat je bijvoorbeeld in een logistieke functie zit, maar je studeert boekhouden, dan kan het uiteraard, als de werkgever akkoord is, kan het ook dat je binnen het bedrijf in een andere functie terechtkomt als boekhouder en dat je bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week daar stage loopt. Wij proberen eigenlijk, en het is maatwerk, op basis van jullie input te gaan kijken wat voor jullie eigenlijk de beste oplossing is. Dat neemt niet weg dat er wel richtlijnen zijn. Dat wij bijvoorbeeld verwachten dat je 150 studiepunten hebt afgewerkt alvorens je aan stage begint. We kunnen daar een klein beetje op toegeven, maar het is normaal dat je toch wel al een groot pakket van de vakken moet afgelegd hebben alvorens op stage te kunnen vertrekken. Idem met bachelorproef. Je kan niet na 60 studiepunten een bachelorproef maken. Dus wij hebben wel onze richtlijnen, maar proberen in de mate van dat kader zo flexibel mogelijk te zijn. Examens. Die zorgen uiteraard voor meer druk dan als je gewoon een cursus zou volgen. Wel, sinds 3 jaar hebben wij een examencentrum. Voor zij die via het forum, het grote gebouw, binnengekomen zijn, daar hebben we een aula. En die is voorzien van nummers. En in feite, als je inschrijft voor een examen, een schriftelijk examen, krijg je een nummer toegewezen. Waardoor je eigenlijk op het moment dat je examen komt afleggen, weet, oké, ik moet naar die stoel gaan en daar zal mijn examen klaar liggen. Dus dat is een heel logistiek en organisatorisch zwaar systeem, waardoor dat we natuurlijk spelregels hebben. En die spelregels die zijn dat je via ons examenplatform Square moet inschrijven. Koen Verhuls, die dat beheert, komt straks in de tweede sessie uitleggen hoe je als student daarmee aan de slag kan. Dus het is een platform waar je inschrijft voor examens, maar waar je tussentijds ook niet je punt, want dat mogen wij zonder examencommissie niet gaan meedelen, maar waar je wel een lettercode vindt. Als jij een A hebt of ziet staan, dan weet jij, ik ben geslaagd voor dat vak. Eens de examencommissie dan geweest is, zal je dan in KAI Loket officieel je punt vernemen. Dus dat is heel handig om toch wel een beetje te weten, ja, hoe ben ik eigenlijk bezig? Lukt dit of is het eerder? Dus dat is Square, wordt straks heel uitgebreid toegelicht. Misschien nog belangrijk om mee te geven, is dat je tot 5 kalenderdagen voor een examen kan inschrijven en ook weer uitschrijven. Als je 4 dagen voor een examen wil inschrijven, heb je een probleem, maar meestal zijn wij wel welwillend en kunnen we jullie nog inschrijven. Maar goed, het is niet altijd evident, omdat we eigenlijk
het fotocopiëren van die examens op tijd moeten kunnen in hangs stoppen. Maar goed, als we kunnen, helpen we wel. Examens op afstand bieden wij ook aan. Koen zal daar straks ook wel wat uitleg over geven, maar we doen dat eigenlijk op aanvraag. Waarom? Omdat we merken dat het eigenlijk een situatie is die eigenlijk toch ook wel wat stress geeft, want je legt eigenlijk op een computerexamen af, je wordt gefilmd vanuit de webcam van de computer en je moet er ook voor zorgen dat je een externe tablet of systeem hebt waar je ook nog eens de webcam kan op aansluiten. Waardoor je eigenlijk gedurende je examen gefilmd wordt. Dat wordt gereviewd. Soms is er ook live reviewing, waardoor dat eigenlijk een toezichter achter televisieschermpjes zit te kijken of jullie geen abnormale dingen aan het doen zijn. Maar goed, het kan. Is vooral handig als je in het buitenland woont, is daar eigenlijk voor bedoeld. Maar als je inderdaad bijvoorbeeld aan de andere kant van het land woont, kan het voor sommige examens ook wel handig zijn dat je voor €18 op afstand je examen kan afleggen. De trein, het vervoer, meestal kan je niet weg en weer voor €18. Dus dat is algemeen wat de examens betreft. Heel moeilijk om in het algemeen uit te leggen zijn de examendata. We komen van een systeem waar elk vak op 3 momenten, op 3 tijdstippen kon afgelegd worden. Maar sinds het examencentrum hebben we eigenlijk combinaties. We hebben schriftelijke examens die in het examencentrum in flexieblokken kan. Wat is een flexieblok? Ik ga een voorbeeld geven. Dat is bijvoorbeeld de tweede week van januari. Kan je op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag op 12 verschillende startmomenten, dat is meestal 's morgens om 14:00 en om 18:00, examen afleggen. Dat betekent dat je zelf kiest op welk van die 12 momenten je examen komt afleggen. Dus dat is heel flexibel. We zijn daar nog niet voor alle vakken, maar beetje bij beetje nemen wij ons docententeam ook mee in dat flexibele verhaal. Voor de meeste vakken die toch op een datum zijn vastgepind, kan je sowieso om 18:00 en om 14:00 examen afleggen. Dus daar heb je wel de keuze. Op zaterdag is het altijd om 9:30. Mondelinge examens zijn ook op vaste data. Dus belangrijk om dat op voorhand voor jezelf in kaart te brengen. Maar heel veel docenten, zeker docenten, gastdocenten of docenten van flexieblokken, gespecialiseerde vakken, die werken liever niet in flexieblokken, maar werken op afspraak. En dan worden agendas samengelegd. Inschrijven is sowieso nodig en je krijgt een bevestigingsmail via Square, dus met het uur en ook de locatie. Belangrijk is dat je 2 examenkansen hebt per onderdeel. Maar als je bijvoorbeeld in augustus voor het eerst van een vak examen aflegt en je slaagt niet, dan heb je in principe nog een examenkans over, maar het academiejaar wordt afgesloten. Dus is er geen ruimte meer om een 2e examenkans op te nemen. Dus heel belangrijk is dat je zelf goed ziet, oké, als ik een 1e keer examen afleg en ik slaag niet, heb ik dan nog een 2e examenmoment om eventueel een 2e examenkans op te nemen. Maximum 4 per onderdeel, dat betekent eigenlijk als je 2 keer niet slaagt voor een vak, dat je in feite volgens het examenreglement dat vak niet mag trissen. Maar we hebben een heel aimabele en lieve studiegebieddirecteur die meestal wel begrijpt dat studenten afstandsonderwijs, ja, dat het niet altijd evident is waarom iemand niet slaagt, dat meestal wel een reden heeft. Dat is het leuke examens. Koen zal dat voor mij straks nog uitgebreider toelichten. Dan nog heel kort iets over onderwijs- en examenfaciliteiten. Sowieso heb je een bepaalde leerstoornis, dan kan je bij Anne-Sophie terecht. En dat zal dan vooral om examenfaciliteiten te bespreken zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan dyslexie, is veel voorkomend. Dan kijken wij oké, op welke manier we kunnen tegemoetkomen. Ben je topsporter, en zo hebben we er ook een aantal, dat kan. En dan gaan we vooral examens gaan verplaatsen. Maar dan is het heel belangrijk om ook een topsportstatuut aan te vragen.
Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste groepen. We hebben ook STUVO. En STUVO is er voor de studenten. Dus ze houdt zich bezig met studentenvoorzieningen. En dat gaat van het financiële tot ook psychologische ondersteuning. Veel studenten afstandsonderwijs weten dat niet. Maar zij zijn er ook voor jullie. Dus ik heb hier nu geen extra uitleg voorzien. Omdat je eigenlijk heel veel informatie op de website kan vinden. En we hebben ook een filmpje van een andere startdag waar die mensen van STUVO eigenlijk ook uitleggen wat ze voor een student afstandsonderwijs kunnen betekenen. Studeren met een werkloosheidsuitkering kan. En de reden is eigenlijk omdat wij geen contactmomenten hebben. Dus waardoor je eigenlijk beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Sommige mensen vragen dat. Sowieso verwijs ik altijd nog naar de RVA. Goed om die mensen ook nog eens daarover te bevragen. Maar het kan. Het nadeel is dat opleidingschecks en educatief verlof, dat niet mogelijk is. En dat is omdat wij geen contactmomenten hebben. En je x-aantal contactmomenten moet hebben om daarvoor in aanmerking te komen. Dus momenteel zit dat muurvast, dat dossier, ook al gaat het om een bachelor. We krijgen daar eigenlijk als hogeschool op dit moment geen vooruitgang in. ICT, je zou kunnen zeggen, ja, ik studeer op afstand, dus ik moet een gesofisticeerde computer hebben. Dat is eigenlijk niet zo. We vragen enkel maar natuurlijk dat je een vlotte internetverbinding hebt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Headset en webcam is nodig voor de taalexamens. En voor wie op afstand examen wil afleggen, is het ook nodig om ja, die installaties, dus zeker een externe tablet, te hebben. Zeg je, ja, het is wel nodig dat ik eens mijn Office update. Je kan, zolang je student bent, gratis die Office Pro gaan installeren. Dus dat is eigenlijk met je R-nummer. Als je daar informatie over wil, mag je ons gerust een mailtje sturen en dan ga ik daar de specifieke informatie over doorsturen. En bij Academic Downloads kan je sowieso promoties krijgen als student. De virtuele desktop, en dat is een laatste puntje. Als je daarop inlogt op desktop.vivis.be, dan log je eigenlijk in op onze systemen. Dat betekent als je bijvoorbeeld voor een bepaald vak een programma nodig hebt, denk aan computerboekhouden, ERP, maar ook gewoon Word of An of Excel, dan kan je eigenlijk gebruik maken van alle programma's die wij hier aanbieden. Dus dat is een voordeel, omdat je dan bepaalde programma's ook niet moet gaan aankopen. En dan tot slot een aantal tips. In het algemeen, neem niet te veel vakken op. Je kan toch steeds vakken bij opnemen. Want uitschrijven, ja, dat heeft meestal gevolgen voor het studiegeld dat niet terugbetaald wordt. En ook voor je leerkrediet. Maak vooraf een realistische planning. Eventueel op advies van Margot. En heel belangrijk is toch wel dat je de studiewijzer leest op het moment dat je een vak instudeert. Maar ze zijn ook terug te vinden op de community afstandsonderwijs. Waardoor je ook ziet, is dat nog haalbaar dit academiejaar of niet? En dat is misschien wel de belangrijkste. Als er vragen zijn, algemeen, dan mag je ons contacteren. Maar je mag zeker ook de lector of de docent mailen als er iets niet duidelijk is. Voilà, en het team afstandsonderwijs, dat zijn wij. Dus ik ben Lieselot. Margot hebben jullie ook al gehoord. En dan zometeen kan je ook zeker Veronique en Anne-Sophie ontmoeten. Zij zijn bezig, denk ik, met de baar en het onthaal. En dit is eigenlijk het einde van de algemene sessie. Zometeen, misschien toch wel even een paar minuutjes pauze, starten we met heel specifiek het gebruik van Square. We gaan daarmee beginnen. En dan volgt het gebruik van Toledo, Webshop en hoe je een ISP concreet moet samenstellen.